de sprint. Het is 3 mei 1885. Ergens in Amsterdam vindt een belangrijke vergadering plaats. Ik vind het verschrikkelijk dat die kinderen de hele dag alleen maar moeten werken. Een schande is het werkelijk. En verschrikkelijk. Werken personeel. Vroeger was school alleen voor rijke kinderen. Andere kinderen moesten hele dagen hard werken voor een paar centen. Werken, langzakken! In de doos. Ja, niet ernaast. We doen ons best. Het was daarom dat ongeveer 125 jaar geleden mevrouw F.A.M. Peters besloot een school op te richten. De huidige Petersschool. Tolletjes, ik heb een ideetje. Ik ga een school bouwen. Oh, wow, wat een plazant idee. Op de Keizersgracht schijnt nog een pand vrij te zijn. Fantastisch. Mensen, ik heb een school. We zijn terug in deze tijd. En groep 8 heeft net een spreekbeurt gehouden over de geschiedenis van de Petersschool aan groep 7. Dit is mevrouw Peters. Zij is geboren in 1848. Maar ze richtte de Petersschool pas op in 1885 op 4 maart. Er was maar één plek om de nieuwe school te bouwen. En dat was naast een kerkhof. De kinderen schrikken ervan. De school gebouwd op een kerkhof? Die hoef je nergens zorgen voor te maken hoor. Daar komen die rare geluiden toch vandaan? Misschien wel. Goed idee hoor. Ja. Echt heel goed. Die kinderen in de groep 7 schijten in de broek. Jongens, er is echt helemaal niks om bang voor te zijn. Maar ik heb een hele grote verrassing. Jullie mogen vannacht op school blijven logeren. Ik heb toestemming van de directeur gekregen. Dus steek je hand op als je wilt. Na de spreekbeurt van groep 8 was er opeens veel minder belangstelling om op school te blijven slapen. Niemand? Ik geloof het niet. Volgens mij zijn we in de maling genomen. Ja, volgens mij ook. Ja, zou best kunnen. Ik vond dat gelach toch wel een beetje raar. Ja, ja, hoe zouden ze zo erg lachen? Ja. Kom, we verzinnen wat om ze terug te pakken. Ja! Ja. Groep 7 vermoedt dat de leerlingen uit groep 8 liegen over het kerkhof. Ze gaan de 3 terugpakken. Hadden ze de kinderen uit groep 8 teruggepakt en ging iedereen die avond toch nog gezellig op school logeren. Dat was echt heel grappig, jullie waren echt helemaal bang. Jullie zaten zo chill. Jullie hadden je gezicht moeten zien. Ja, maar wat?